mensen mij kunnen horen. De mic. Yo mensen, Herudin hier. Hallo? Oké, doet het dus. Sorry jongens. Yo mensen, Herudin hier, welkom bij... Oh, sorry. Dit was niet wat ik wilde doen. Yo mensen, Herudin hier, welkom bij een gloednieuwe livestream van Assassin's Creed 2. Ik weet het, het is heel lang geleden dat ik Assassin's Creed 2 heb gespeeld. I know, ik weet het. Maar we gaan gewoon niet overnieuw beginnen, maar wel gewoon door waarmee we gebleven waren. Namelijk, ik heb een PlayStation 5. En op die PlayStation 5 had ik geen opgeslagen data. Wat natuurlijk normaal is. Dus ik moest heel Assassin's Creed 2... helemaal overnieuw spelen tot het moment waar wij zijn. En ik ben ook een stuk voor mezelf begonnen, maar dat terzijde. Ik hoop dat jullie het leuk vinden dat ik weer Assassin's Creed 2 ga doen. De vorige keer zijn wij in Venetië aangekomen. Hebben wij iemand geholpen die beschoten werd door schutters. We hebben haar verzorgd. Het is al zo lang geleden dat ik niet meer weet wat haar naam precies was. Boeit ook niet. We hebben even nadenken wat we hebben nog meer gedaan. We hebben haar gered. We hebben haar wonden verzorgd. Ezio die heeft haar wonden verzorgd. Heeft haar zelfs gedragen naar de dokter toe. En we hebben ook een paar nieuwe vrienden gemaakt. Maar we gaan nu op zoek naar de volgende missie. En we moesten natuurlijk ook die Assassin's Tombs moesten we ook nog doen. Dus we hebben nog heel veel te doen. Als jullie een beetje achtergrondgeluiden horen, dan komt dat doordat beneden mijn moeder ergens mee bezig is. Maar let daar vooral niet op. Laten we leuk en gezellig gewoon Assassin's Creed 2 gaan doen. Dan wil ik even kijken, want we hebben nu 4 van die zegels. Dus we hebben er in totaal 6 nodig. Dus nog 4, dus nog 2 te gaan. We moeten er nog 2 doen. Nog 2 van die zegels hebben. En ik denk, aangezien ik niet zoveel kijk heb in de map, denk ik dat het handig is om eerst een uitkijkpunt te pakken voordat je naar een missie gaat. En wat ook anders is aan de PlayStation 5, want dit is een PlayStation 4 spel en ik speel hem toch op de PlayStation 5, dat ik niet meer weet hoe lang ik bezig ben. Als ik dat wil weten, dan moet ik af en toe kijken en dit vind ik zo irritant. Die gasten die mij constant. Ja, zeg maar. Irritant tegen mij gaan lopen doen. 3, 2, 1, we gaan beginnen. Climbing a bit of scaffolding is al. Ja, oh ja, trouwens, we gingen klimmen met Rosa. Nu weet ik een beetje hoe die heet. Rosa heeft ons vorige keer ook leren klimmen. Was ik even vergeten te vertellen. Rosa heeft ons de vorige keer leren klimmen op zo'n heel klein. Op een heel klein gebouwtje, daar moesten we opklimmen. We hebben leren klimmen en nu gewoon kijken of dat zijn vruchten afwerpt, zeg maar. Nu weet ik alleen niet waar ik precies heen moet. Ik denk hier naar boven.
Ezio. Ik snap dat je heel lang niet geklommen hebt en heel lang niks gedaan hebt. Als jullie geluid horen van een baby, dan spijt het me ontzettend, maar dat is het kind van mijn zus, is dat, en die zit er doorheen, maar ik hoop dat jullie er geen last van hebben. Hey, ja, we kunnen, oh ja, natuurlijk, we kunnen springen. Dat is helemaal vergeten, we kunnen springen, dat is waar ook. Ja, sorry jongens, ik heb het hele lange tijd niet meer gedaan. En mijn excuus daarvoor dat Assassin's Creed 2 heel lang ook is blijven staan. Excuus, excuus, excuus. Maar we gaan er nu vrolijk mee door in ieder geval. Ik denk dat hierboven moet zijn. Ezio, jump. Juist, een Ezio. En nu hier naar boven. Jump. Jump. Binnen de tijd, hè. Jump. Jump. Hier de hoek om, denk ik. Juist, hier de hoek om. Dan hier naar boven. Jump. Of klim, 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 klim. Klim, 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 klim. En we zijn er, jongens. We zijn er binnen de... Niet binnen de tijd. Wat? Oh, we moeten nog naar beneden springen. Oké. Okay. Ik dacht al, huh? There we go. Zo. En, we hebben gedaan. All I have to teach you. Thanks. I Antonio know of your progress. Finish your other tasks. Horen jullie mij trouwens wel? Jongens, want dat weet ik natuurlijk niet. Of jullie mij horen of niet. Ik kan dat natuurlijk niet weten. Maar ik denk dat jullie mij wel horen nu, toch? Duurde even voordat ik mijn settings over mijn microfoon ook goed had natuurlijk. Maar ik hoop dat jullie me ook horen nu. Laat maar even weten. Of jullie mij horen of niet. Oké, we gaan die kant op. En dan moet die missie hier ergens zitten. Kijk, want nu staat er natuurlijk geen tijd bovenin. Dus nu moet ik op het PlayStation teken drukken. Dan vervolgens naar mijn livestream. En dan gaan kijken hoe lang ik bezig ben. 7 minuten. Oké, we zijn 7 minuten pas bezig. Maar dat is op zich logisch. Want ik heb hem net gestart. Even kijken. Hier ergens. Hier toch. En dan hier naar boven. Ezio. Ja, Ezio moet er ook even in komen, jongens. Maar dat is normaal. Naar boven. Ezio, naar boven. Zo, ja. En naar boven. Wacht even, jongens. Mijn moeder roept me. Weer, ja, we gingen hier naar boven, hè? Voor de volgende missie. Even kijken, we gingen hier naar boven. En hier naartoe. En dan is de missie hier. Ben trovato, Ugo. Yo! You and Rosa managed to escape from Seta. Mm-hmm. But the others were not so lucky. Okay. Emilio has captured them and now they await execution. You know where they're being held. Execution is not like. I know they're still in the district, mm-hmm. But beyond that, no. You'll have to look for them. Okay. I'll have your brothers back here in no time. Is goed. We gaan ze zoeken. Is goed. We gaan ze zoeken. Prima. Drie punten. Oké. Even kijken hoor, jongens. De eerst. Even kijken waar die zit. Hierheen. Daarheen. Oeh, we zijn inderdaad wel ook nog in een rood gebied. Ja, dat is gelijk een helft van het ding weg. Komt maar niet uit. Kom maar op. Emilio says he seeks unity. Kom dan. Oh.
Dat is jammer. Kijken. Werden jullie serieus door één bewaker bewaakt? Meen je dit? Jongens, meen je dit nou serieus? Werden jullie nou serieus door één bewaker bewaakt? Rot is op met je. Bring me your sick and wounded. Nee, we gaan helemaal de verkeerde kant op. Of niet? Ja, we gaan helemaal verkeerd. Andere kant op. Jongens, gun even mij dat ik hier doorheen ga. Kom nou, ik zie niks door die boom. Weet je wat? We gaan sprinten. Hierheen. I seem to have annoyed. I'll just get out of your way, shall I? Jongen, je bent irritant, ga weg. Je bent nogal irritant, dat heb ik gedaan. Maar als jullie een vraag voor me hebben, stel hem gerust in de comments. Oh fuck. Hierheen. Zit hierheen. Zo. Salute. Hier tussen lopen kan wel. Hè? Kan wel even heen. Dat we hier lang zijn. Ga ik nog wel goed? Ja, ik ga goed. Het is hierboven, denk ik. Jullie kunnen klimmen, toch, jongens? Kom op. Jongens, klim. Jongens, jullie kunnen toch klimmen, of niet? Jullie kunnen toch klimmen? Ik hoef niet beroemd te zijn in deze buurt. Hoppa. Hierboven. Yes. Moeten jullie zelf even boven zien te komen. Kom op. Moeten ze zelf even boven zien te komen. Maar die jongens kunnen dat. Oh, oeps. Die jongens kunnen dat wel. Goed. Die jongens die kunnen dat wel, zelf even naar boven klimmen. Oei, let's do it. Die jongens kunnen toch zelf wel naar boven klimmen. Sorry. Ja, let's. Oké. Okay. Dus dan. Oké. Okay. Oké, okay, dan heb ik de eerste afgeleverd. Denk ik dan toch? Of moet ik hier nog naartoe? Nee, hè? Nee. Oké, okay, we kunnen naar de volgende, jongens. En de volgende zit... Even kijken... Die zit... Hier. We gaan na deze missie even een uitkijkpunt pakken, want... Ik merk al aan mezelf... Zo, even healen. Ik merk al aan mezelf... Oh, dat is impressive. Dat ik totaal de weg niet weet in deze stad, dus... We gaan onszelf als we... Ah! Oh!
Rot op met je fluit, kom on. Listen to them squeal. It's no wonder their master hides. Where is Emilio? I like to be rid of his trash. Zo, hier naar boven. Hier, en dan moet hier de volgende bevrijding, als het goed is, plaatsvinden. Ja hoor. Nog beter. Dan is het daar, oké. Okay. Ja, het is wel rot dat ze door één ding worden bewaakt. Open up, kom op jongens, jullie zijn vrij. Follow my lead. Follow the leader. Even kijken. We gaan even klimmen, kan wel, hè? Kom op. We gaan klimmen. Dat kan wel, toch? Kom. Jullie kunnen klimmen, toch? Hoef ik ook geen. Kunnen jullie klimmen? Ik hoop tenminste van wel. Hallo, kunnen jullie klimmen of niet? Blijven jullie gewoon rustig daar beneden rond de. Mooi, ze kunnen klimmen. Dat is mooi. Okay. Dan jump ik van hier naar hier. Goed zo, volg mij gewoon. Ik doe gewoon exact wat ik doe. Over de daken jullie brengen is trouwens ook veel makkelijker. Zo, en dan zo, en dan zo, en dan die kant op. Jullie via de daken brengen is ook iets makkelijker. Zo. Let me have a look. Zo, en dan hup. En dan hier naar de overkant. Rapido, rapido, snel, snel. Hoppa. Zo. Laatste 20 meter. Wat? Dit kan niet. Ben iemand dood? Nee, dat meen je niet. Oh god. Hi. You there! There! Get him! Stay close. Laat mijn mannen met rust. Je bent in je eentje, pech. Wat? Waar dan? Hallo, waar? Waar, waar? Zo. En nu even wachten. Dan ga ik even kijken hoe jullie wel moeten gaan. Hoe ik jullie wel thuis moet komen brengen. Even kijken. Zo. Via dit dak. Tenminste, als dat zou willen. Kom. Hop, 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 hop. Why are you here? Or I shoot? Fuck. Eccolo. Ja, dikke doei. We gaan langs jullie helemaal om. Even kijken. Kijk uit. Dan via. Ja, goeie. Via dit dak. Kunnen jullie die jump maken? Dan via dit dak. Dus
even zoeken, maar als je het helemaal hebt. Yes. There we go. Kom je er nog? Hallo. Komen jullie nog of wat? Let's go. Ja, ja. Oké. De laatste jongens. Van deze missie. Even kijken. Die zit dan daar. Even kieken. Ik kan wel merken dat Ezio er een tijdje is uit geweest, jongens. You have no reason. Aha! Jawel. Hey! Kap is met slaan, ik sla jou. Hey! Kap is met slaan. Ik sla jou toch ook niet? Kap is met slaan, jongen. Ik sla jou toch ook niet? He's here! You're mine! You're mine! Nou, toch je mond. No. And until word returns to us from the Holy Father. Even kijken, waar moet ik heen? Are to be excluded from all mercantile enterprise. However, hey. Merchants acting privately, zie ik dat we do so with no fear of reprisal. He will hurt someone carrying on like that. Even kijken, waar zit de laatste? De laatste zit hier overheen. Hier overheen. En dan hier beneden. Where is your master now? Perhaps we'll mount your heads on pikes. Better to hang your corpse. Genees even. Genees me even. En dan medicijnen alsjeblieft. Aangezien we toch bij een dokter vallen, hè? Oké. Kom maar. Ik heb al heel lang geen zwaarder gevecht meer gedaan. Ik heb er zin in. Kom. Kom maar. Kom maar. Kom maar, ik heb er zin in. Dekking hoog. Hup. Ah. Kom dan. Kom dan, kom dan, kom dan. Kom maar. Kom dan. Kom maar, kom maar, kom maar, kom maar, kom maar, kom maar. Zo. Dood. En jullie kunnen bevrijd worden. Fall in. Is goed, kom. Eens kijken hoe ik jullie veilig thuis krijg. Oh, freaking hell. We kunnen daar niet heen, maar we moeten daar wel heen. Ik laat. Jullie zijn niet zomaar. Maar door hoor. Ja. Die vluchten vanzelf. Kom, daar komt. Mooi, kom. Nope. We're not going this way. Nee.
Ja, het doet bergen, Ezio. En die moet niet slaan. Okay. Okay. We lopen nu echt op bewakers af. Dit duurt uren zo. Weet je wat? We gaan klimmen. Beste. Nee, snap ik. Kunnen jullie naar boven? Kunnen jullie naar boven komen? Stay put. Alright, this way. Ja, dat is één. Not the right way to do this. Wait. This way. Hier naar boven. En dan raak ik bijna. Raak ik bijna de rand van de map aan. Geweldig. Maar gelukkig valt dit nog wel onder de map. Kom op. Ik kan hier niet door. Ja, eigen schuld, vriend. Twee, geweldig. Even kijken waarheen. Ik heb er nog maar twee. Godsamme, oké. Allemaal doodgaan, dan heb ik het echt slecht gedaan. Dat snap ik ook. Dit is een te hoge sprong voor ze, denk ik. Dus we gaan dit niet doen. Dit kunnen jullie wel. Even te zoeken naar een manier hoe zij ook. Oeh. Schrijf eens even op. Oké. Hop. En dan. Deze kant. Hier naar boven. Hier naar boven. Hier naar beneden. Ik zit even een goede route te zoeken. Goede route naar jullie huis toe. Maar hopen dat jullie die sprong kunnen maken. Kom maar. Doe mij na.
Als het lukt. Het lukt nog ook. Gelukkig. Nee. Doe ze even niet zo dom en ga gewoon. Ezio, je bent nu een ontzettende omweg aan het maken. Maar dan ook echt een ontzettende omweg. Maar niet uit. We komen er wel. Duurt alleen even. Dit is zo ontiegelijk dom. Van mijzelf. Oh. Ezio werkt even mee. We moeten naar de andere kant van de map, dus aan die kant. Dan ga jij naar deze kant. Die Ezio, jongen. Er is nergens een logische route. Nergens. Er is geen logische route. Jacks! Ik kom in ieder geval een stukje dichter bij dat ene ding waar we naartoe moeten. Hier door. Hier naar beneden. Kunnen jullie dit nadoen? Ik denk het wel, hè? Nee, we gaan ook zo naar beneden. Komt goed. Wat nou weer? Nee. Echt niet. Down or die! Laju! There! I will actually enjoy this. Tuurlijk gaat hij achterna. Tuurlijk. Tuurlijk gaan ze achterna. Ik zie ook totaal geen fuck. I can't get there. Ik kom zo naar beneden. Die gast vermoord wordt. On me. Laatste 20. No, please! I am a friend! I couldn't possibly do that. Nee, dat begrijp ik, maar dat hoeven jullie ook niet mee verder. Jullie waren alleen nog afleiding daar. Hè? En hoe lang heb ik hierover gedaan?
34 minuten en 55 seconden. 34 minuten. Over dit stuk. Eén. Kom op. Hallo jongens, waar zijn jullie? Kom, ik heb meer te doen vandaag. Come on. Waar blijven jullie? Kom op. Queen, let's go. I'm impressed. Yes. I didn't expect you to succeed so quickly. Tuurlijk wel. I aim to please. Tuurlijk wel. I'll let Antonio know about our progress. Come Thanks. Find me later. Is goed. I've got another job for you. Is what goed. Sort of job? Meet me near the docks and I'll explain. Molto bene. Is goed, near the docks. Nou, missie 1 volbracht. Maar nu wil ik echt even een ding van de kaart. Zodat ik iets meer, ja, iets meer toch inkijk heb in waar ik ben. In waar we zijn eigenlijk, moet ik goed zeggen. Waar we zijn. Vriend, hou nou op. Even kijken. Where are we? Doe daarheen. Ja, die schatkist kan me even me piep doen. Ik wil een eikenpunt hebben, zodat ik hier eindelijk overzicht heb in waar ik ben. Please. Dit. Ik ga je niks doen, man. Ik heb een uitkijkpunt nodig. Come on. En ik ga niet, als ik hier nog een paar missies te doen heb, ga ik niet nog eens naar Monteriggioni, want ik weet nog wel hoe die plaatsen heten. Ik ga niet naar Monteriggioni om daar de schatkist licht te halen. Daar ga ik wel in mijn volgende, in mijn aflevering 13, ga ik er wel naartoe. Nu gaat het mij om de hele... Waar ben je? Daar ben je. Ja. Sst. Jullie denken echt dat wij ons tegen laten houden door jullie. Grapje. Grapjas. Oké, top. Wat nou? Vriend, je hebt net ook je vriend. Gewoon je werk doet en mij gewoon hier laat zijn, dan hoef je niet te gaan slapen. Alles is bij dit plein tegenwoordig. Ja, even. Mooi. Het zit hier boven. Hey, niet zo mooi dat daar bewakers rondhangen, maar dat maakt me op zich op dit moment even niet uit. Het belangrijkste is dat uitkijkpunt wat hier zit. Even te pakken. En dan heb ik een beetje hebben we een beetje overzicht over de stad. Want dit is niet. Dit is natuurlijk niet ideaal dit. Nog een beetje overzicht over de. Je meent dit? Je meent. Oh, je moet naar boven. Je moet verder naar boven. Ah ja, dat explains a lot. Oftewel, dat legt veel uit. 3, 2, 1. Synchronize. Ik denk dat ik een thumbnail weer heb gevonden. Oké. Eens even kijken. Hier zit zo'n snelreispunt. 9 van de 73. Eens even kijken of hier zo'n assassin stombe nog zit. Dan pakken we die ook vandaag gelijk even mee. En zo te zien. Staat hij hier nog nergens op de kaart. Dat maakt niet uit.
We gaan dan wel naar de missie toe, want ik had gehoopt dat die uitgangspunt iets teweeg zou brengen, maar niet dus. We gaan naar de volgende missie. De volgende missie is deze kant op. Even kijken. Kan ook. Zo kun je ook oversteken. Etje, je hebt nog een leren klimmen net, dus je zou het toch moeten kunnen nu. Zit hier zo'n... Oh nee, dat is een schatkist. Ik heb al geld zat. We hebben geld zat. In de schatkist zitten thuis, dus... Vriend, het enige wat ik doe... Even je dak gebruiken om over te steken. Mag dat tegenwoordig ook al niet meer? Je wordt er toch gek van. Ja. We gaan al. We gaan al. Ja. Dus alsjeblieft niet boos en niet zikkenurig. Het enige wat ik doe is even jouw dak gebruiken om over te steken. Dat is het enige. That's all. Hier naar beneden. En dan hier oversteken. Oh. Hier oversteken, Ezio. Zo, ja. Dan hier naar boven. Geen hekkerpunt dichtbij. Prima. Dan gaan wij... Jawel, hier is wel een uitpunt. Gaan we die pakken? Ja, we zijn er nou toch. We zijn er nou toch, we zijn er nou toch, we zijn er nou toch. We pakken die wel even mee. Dat kan. Kan ik hier ergens mezelf beet pakken? Of hoekje beet pakken of zo. Hup. En hup. Handig dat je geleerd hebt klimmen. Zo, hup. En hup. En hup. Kan dus niet, dus we moeten hierheen, dan hierheen, 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 hierop, en dan zou toch het uitkijkpunt hier ergens moeten zitten. Ja, there we go. Nog een uitkijkpunt. Nog een stuk van de kaart. Is toch prima. Nu denken jullie waarschijnlijk, Harudin gaat de hele aflevering uitkijkpunten pakken. Nee, Harudin was op weg naar de missie, maar dit uitkijkpunt was toevallig dichtbij. Dus vandaar. Hoeren heb ik niet nodig. Die meisjes heb ik niet nodig. Oké. Edzio houdt er wel van, maar vandaag even niet Ed. Ja, we moeten zwemmen. Codexpagina. Ja joh, die pak ik ook gelijk even mee. Als ik hier nou toch ben, als we hier nou toch zijn. Hè? Waar ben je? Daar ben je. Hey. Ik ben Ezio en ik wil je graag even naar binnen. Kom maar. Kom maar. Ik heb een codexpagina nodig en jullie gaan me die geven. Goed schiks of kwaad schiks. Let's go. Jullie kunnen me niet aan. Zeik. Kom op. Dat is 1. Dat is 2. Een soort van. Die had ik niet gezien. Die kwam ook onverwacht. Normaal counter ik hartstikke goed. En zoals nu. Jammer joh. Kom maar. Die zag ik aankomen. Je bent als laatste. Yes. Oké, top. Even de
Codex pagina erbij pakken. Ook nogal belangrijk. Heeft Leo ook weer iets om te ontcijferen. Zoals nu. Leo is hier ook dichtbij. Ja, laat ik die dan ook maar even naar Leo brengen, aangezien die zo dichtbij is. Leo is hier letterlijk over de muur. Dus waarom zou ik hem niet een codexpaginaatje gaan brengen? Ik ga zo meteen echt naar de missie hoor, jongens. Ik beloof het. Maar ik zie toevallig dingen die mij niet ontgaan. En toevallig zit Leo's huis letterlijk hier. Daarom ga ik Leo even de codexpagina brengen. Leo, daar ben je. Leo, ik heb een codexpagina voor je, jongen. En daarna gaan we naar de missie, beloofd. Ezio, so good to see you. How can I help you? Ik heb er nog één. Haha, you found another one. How exciting. Ja, toch. Inverted Caesar shift. If I just substitute these letters here, I've got it. Mooi. Zie je? Hij doet het hartstikke vlug en hartstikke snel. Juist. En nu kunnen we naar de missie gaan die hier de. It won't happen again, Footmaster. I swear. Forgive me, noble one. Weer die meisjes tegen. Het is weer dezelfde plek, maar. Hey, hou jij eens even je mond. Vrolijke vriend, als ik jou nog eens money's geef, hè? Hou jij even je mond. Zo. Ik heb er toch genoeg. Zo. Hey! Jullie zag ik net daar ook staan. Ik ben er bijna. We zijn er bijna. Zo. Als hier een koningspagina zat, had ik die ook even meegepakt. Do why not? Waar zit ik? Hallo? Is dit hem? Daar zit hij. Zeg het eens, gozer. Rescuing my brothers was more than just an act of charity, Ezio. Yep. The men you freed will play a vital role in the weeks to come. Mm-hmm. Just ask for their help and we'll join you. Schoot. Once I have my little band of thieves, send them towards a group of guards and they'll create a distraction. Opening the way for me. Exactly. Saves me from having to bloody my sword. I like it. Exactly. Thanks, ik heb hulpjes. Yeah, we hebben hulpjes. Yeah. Antonio's plan calls for a bit of deception. Mm-hmm. We're to imitate his archers, which means we'll need the armor that they wear. A shipment of the stuff has just been loaded into chests and now awaits delivery to Senda. Okay. Loot the chests and retrieve the outfits. When that's finished, I'll need you to fetch me a boat as well and bring it back here. Is goed. We'll use it to move our men into the palazzo undetected. Consider it done. Consider it done. Is goed. Okay, let's do this. Hoe lang ben ik nu bezig? Sorry jongens, ik heb af en toe de hik. Oh, makkelijk. Okay, the first one. We gingen naar de kaart. Ja, doe de eerste maar, die zit dichtstbij. Hop, hop. Oh, laat los, Ezio. Zie je, die zit dichtstbij, dus die kun je het makkelijk te pakken. Nu op dit moment. Zo. Zo. En zo. Hoi. Kom maar, gozer. Kom maar op. Kom maar. Jammer, ja. Ik was sneller.
Dat is jammer. Kom dan. Die zag ik. Ik moet er in komen, jongens. Maar ik denk dat ik zo langzamerhand wel weer een beetje onder de knie heb. Kom op. Kom op. Bam. Kom maar, kom dan. Kom dan, kom dan, kom dan. Oeps, die was mis, jongen. Als je mij raakt, raak me dan goed. Of geef me een opening, kan ook. Je staat in je eentje, maar blijf je vechten. Niet slim. Oké. Ik weet niet wat hierin zit. Maar het is heel moed en wil het hebben. Oké, next one. Oh, oeps, nee. Staan de ondertitels eigenlijk wel aan? Als ik me nu te bedenken. Staan de ondertitels eigenlijk wel aan? Ondertitels aan. Mooi. Oh, ik ging markeren. Waarom doe ik dat dan niet? Ik ging even markeren. Oké. De volgende zit hier. Dat hier ook niet ver vandaan. Komt ie hoor. Get away. Jullie bewaken hem. Oké. Get away, prima. Hey. To meet Maestro Brioli, the great artist. So there, the common scheme. His cut is busy. The old plastic way. You missed the execution. That leads the parade. Let's you! There! There! Get him! Yamo, yo. Die worden wel neergeslagen. Jij dan niet. Maar dan ben je ook de enige. Zonde van mijn gif... dingen, maar... Nee. Werpmessen. Ja, leuk, maar ik heb dit nodig. Zo. Twee van de drie. Dat is mooi. Oké, nog één. Hé, nog een codexpagina. Die pakken we zo. Ja. Hier, toch? Ja. I'd be better off somewhere else. Nee hoor, ik... We doden alleen de mensen die het verdienen. Ezio doodt geen burgers. Ook jullie... Maar twee giftmessen. Oké. Of limits to you. Goods will be done. Go now. Stay calm. Hey. Kappen. Bij mij gaat dat niet lukken. Hoeveel zijn het er wel niet? Dat is één. Dat is bijna twee. Geef eens een goede swing, jongens. Even een goede swing geven. Dat ik even een goede combo kan doen. Zo, ja. Kom maar. Blijf even daar staan tot mijn goede combo komt. Hey. Gelukkig heb ik een... Jammer, joh. We zijn echt ontzingeld, jongens. Dat is niet normaal. Hoeveel man hier staat. Hop.
Jammer joh. Dacht het niet. Normaal zou ik nu kaart wegrennen omdat er zoveel zijn. Ik heb dat ding nodig. We hebben dat ding nodig, jongens. Dat is de opdracht. Dat gaan we ook doen ook. Jamil. Kom op. Eén van jullie moet toch wel met een goede combo kunnen komen. Kom op. Eén van jullie moet toch wel een goede combo in kunnen zetten. Kom. Een combo waar ik je niet de hele tijd in je gezicht moet slaan. Come on. Zie je? Jullie dat nou ook even doen? Goed zo! Goed zo, jochie. Goed zo, jongens. Dit soort combo's hebben we nodig. Juist hem! Dit soort combo's heb ik nodig. Kom, de laatste. Yes! Oké, de laatste. Oké. Stil de boot. Als jij nou even je mond houdt. Oké, boot pakken en wegwezen, Ezio. Ik zeg net, boot pakken. Ezio, boot pakken en wegwezen. Ik zweer het. Geef een jump in het water of zo. Ik zeg het tegen je, boot pakken en wegwezen. Bij de laatste missie, de boot pakken, ging het mis. Dat is jammer. Dat is echt jammer. Want ik heb nog... Want ik ga, jullie weten dat ik normaal een uur doorga. Dus ik heb nog wel eventjes. Ik kan nog net deze missie afmaken. Dus ik heb twee missies gedaan. Ja, twee missies gedaan. Is eigenlijk super slecht. Maar... Ik hoop dat jullie het alsnog wel een leuke livestream vinden. Want ik weet niet hoeveel mensen er nu op dit moment kijken. Kan ik dat ook zien door dit? Even kijken. Kan ik het uitzending pauze zetten, uitzending stoppen? Kan ik zien hoeveel mensen er kijken op dit moment? Nee, ik kan dat dus niet zien. Nee, ik hoef de microfoon niet te dempen. Bovendien... De livestream is bijna afgelopen, daar niet van, maar ik ga het wel even naar de andere kant zwemmen om even toch deze missie af te kunnen maken. Zo makkelijk willen lopen trouwens. De boot die hij zoekt zit... Zit even kijken. Die zit. Die zit hier. Nu vraag ik me af welke boot het ongeveer is. Ja, mondje dicht, welke boot is het? Het is deze boot. Ah, oké. Okay. Waar is de... Dat ik kan varen. Nee, ik kan niet varen zolang. Oké. Zolang zij leven, kan ik dus niet varen. Dat is pech.
Nog één minder. Zo. Ik heb al heel lang geen boot meer gevaren. Dus ik niet weet hoe dit moet doen. Ik weet dat ik deze boot moet hebben. Volgens mij hier en dan een rondje. Kijk. Hoe vaar je dit? Nee, wacht. Oh, zeg, hoe vaar je dit ook alweer? Zo ja. Ik moest even weer nadenken. Maar het is ook heel normaal dat ik dit na moest denken. Want ik heb heel lang niet meer geen Assassin's Creed meegedaan. Dus het is best normaal dat ik er even voor na moest denken van goh, hoe moest dit ook alweer? Dus don't judge me in the comments, please. Alsjeblieft niet, want het is heel lang geleden dat ik Assassin's Creed heb gedaan. Heel lang geleden. Dus excuse nogmaals trouwens dat ik Assassin's Creed zo lang links heb laten liggen. Wat vonden jullie trouwens van mijn intro? Want ik heb ook een nieuw intro tegenwoordig. Ik ben ook benieuwd wat jullie daarvan vonden. En ik ga gigantisch verkeerd even draaien. Kun je naar achteren? Met dit ding? Of ga je ook weer naar achteren met dit ding? Ik heb het gevoel... Ik zit er heel dichtbij volgens dat ding, alleen... Nou, even kijken, hoe, wat en waar, hier ergens, even kijken, hier, zo, toch, en dan hier, in. Ezio, laat hij. Molto bene, Ezio. Zo, alsjeblieft je boot. Exactly what we needed. Mooi. I'll let Antonio know you finished the job. Mooi. Ja? Ja? Gaat er nog wat gebeuren? De wereld gaat zo te zien niet verdwijnen, dus we zijn nog niet klaar. Maar... Even kijken... Ik heb er al een uur op zitten, een uur en twee minuten. Nu. Kijken of hier een codexpagina nog in de buurt zit. Of is de missie, wacht. Als de missie heel dichtbij is, dan... Twee missies gedaan in totaal, toch? Zoiets, toch? De eerste missie was met die jongens die ik moest oppikken en halen. De tweede missie was deze, volgens mij. Ik weet niet meer. Maar ik ga er voor vandaag in ieder geval wel mee stoppen. Sorry jongens, ik ga er echt mee stoppen voor vandaag. Ik wil jullie graag bedanken voor het kijken naar de livestream. Vergeet niet te liken, vergeet niet te abonneren, vergeet niet op het belletje aan te drukken van hier beneden. Vergeet ook niet tussen mijn aanbevolen kanalen te kijken. Dan gaan we hier. Het is weekend, dus ik denk morgen. Ja, we gaan hier morgen mee door. Nogmaals sorry dat Assassin's Creed heel lang niet is geweest. Maar het komt omdat ik een PlayStation 5 heb en helemaal overnieuw moest beginnen. En ik had zo het idee dat jullie niet helemaal overnieuw wilden kijken. Dus vandaar dat ik eerst helemaal tot hier moest gaan spelen zelf. Ja, nogmaals bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken, of nee, bedankt voor het kijken, vergeet niet te liken, vergeet niet het belletje aan te drukken om op die date te blijven, vergeet hieronder in de comments niet iets leuks van me achter te laten, dat vind ik altijd leuk om te lezen. En dan zeg ik tot de volgende keer, of eigenlijk tot morgen bij een nieuwe Assassin's Creed 2. Laters!